Visite, visite, er komt weer visite. Wie is er te gast hier bij ons in de show? De schuiven staan open, hoe zal dit gaan lopen? Wat wordt het een chaos vandaag? Wat wordt het een chaos vandaag? Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, wie heb ik nu weer aan de lijn? Je hoorde het al in de Goud en Foutje in de intro. We hebben vandaag natuurlijk een primeur in de Goud en Foutje radio. Een spiksplinternieuwe single van een jongeman uit Arnhem. En hij komt natuurlijk ook binnenkort voorbij bij de Hollandsesterren.tv. En we zijn ontzettend blij en trots dat we hem onder de knop hebben. Want zijn nieuwe single, ja, is deze week ook de nummer 1 in de sterren. Hollandsesterren.tv, tip 5 van deze week. En dan ook nog eens de primeur hier in de Goud en Foutje radio. In samenwerking met het Hollands Geluid. Nou, wat willen we nog meer? Onder de knop, jong en wild en natuurlijk talentvol, onze eigen Gio van Veen. Gio, hartelijk welkom. We knallen er even tegenaan, hè? Hoe is het, jongen? Goedenavond. Goed. Goed. Hoe is het met u? Ja, ik mag niet mopperen. Ik moet ervan hoesten, jongen, van die mooie intro, hè? Vertel eens wat, jongen. Mooie intro, hé. Ja, ik ben hartstikke blij dat u me vanavond interviewt. Gezellig. Nou, ik vind het hartstikke leuk. We hebben elkaar natuurlijk al ontmoet bij Henk Daam. Even wachten, jongen. Even wachten. Ik pak hem daar even opnieuw op. Ja. Nee, man. Nou, we vinden dat het ook gaat gebeuren. Ja, ik heb niks. Wij vinden het ook hartstikke leuk dat we jou in de show hebben. We hebben jou al eens een keer ontmoet natuurlijk in het land. Volgens mij bij Henk Dame bij een keer, bij een van de woonwagenfeesten. En je bent er weer live en kicking bij met een prachtige mooie single. Oorspronkelijk van ja, Johnny Hoes. Ja, Johnny Hoes. Ja. Ik ben eerlijk. Ik hou meer van zulke muziek als het nieuwe muziek. Want ik ben ermee opgegroeid. Ja. En daar ontstaat het eigenlijk een beetje uit. Ja, je bent echt geboren en getogen in de volkswijken van Arnhem, zie ik hier zo mooi staan in jouw biografie. Ik ben ervoor voorgebazen regelmatig geweest in het gezellige Arnhem. En natuurlijk voor de Hollandsesterren.tv hebben we al een paar prachtige mooie opnames hebben we daar gemaakt. En ook de livestream. Ja, jouw voorliefde voor het echte levenslied, dat spat er natuurlijk vanaf van dit liedje. Want het is een prachtig mooi nummer, een oudje van Johnny Hoes. God hebben ze ziel. Ja, Johnny Hoes is er al heel lang niet meer. Jij bent nog hartstikke jong. Dus ja, heel veel liedjes van Johnny Hoes die zijn gemaakt in de tijd dat jij er helemaal nog niet was. Dus hoe, nee, klopt. Hoe is dat? Ja. Ben jij via thuis of opa's en oma's? Of hoe ben jij in contact gekomen met die muziek? Ja, dat is heel grappig. Ik was echt een opa en oma's kind, hoor. Ja. En elke weekend sliep ik daar. En dan hebben ze elk weekend feest en bij hun thuis. En dan hoor je altijd die muziek. Ja. En je ouders die houden ervan. En je gaat mee uiteindelijk naar die feesten. En Marianne Weber en al die artiesten die zie je dan. Ja, en dan groei je daarin mee. Nou, en dan luister je dat ook. En uiteindelijk ga je precies hetzelfde doen. Ja, en ik vind het mooi. Want je ziet dat steeds meer jonge mensen ook die Hollandse muziek in het hart sluiten. Ik heb in deze aflevering hebben we ook een interview met John de Wever straks. Die heb ik al opgenomen. Maar ja, John, dat is ook een man van het echte levenslied. En ook de jeugd die vindt de liedjes van John de Wever hartstikke mooi. En het is ook mooi om te zien dat, want jij bent nog hartstikke jong. Hoe jong ben je als ik vragen mag? Ik ben 20 jaar. 20 jaar oud, dames en heren. 20 jaar jong. En hartstikke mooi dat jij dan ook die voorliefde hebt voor het levenslied. Hè? Als we nou, Johnny Hoes, wat zijn, Marianne Weber heb je al genoemd. Wat zijn nou artiesten waarvan jij zegt van, hey, dat zijn voor mij echt de toppers uit het levenslied gebeuren? Nou, dan moet je toch wel denken aan een Koos Alberts, André Hazes, Willy Alberti. Ja. Zangeres zonder naam, waar het nummer ook, die heeft hem ook gezongen, dit nummer. Ja. En dan recentelijk toch wel Mart Hoogkamer. Ja, ik wou net zeggen, dan kun je Mart Hoogkamer ook in dat lijstje natuurlijk zetten. Ja. Want die is ook nog hartstikke jong. Heeft via Hollands Got Talent zich bekendgemaakt aan het publiek. En natuurlijk zijn legendarische filmpje op het strand wat hij opgenomen heeft. Zo is hij er een beetje ingerold. Ja, dat zijn toch inderdaad de muzikale talenten van nu. En ja, ik vind het toch heel bijzonder dat je zo'n klassieker, een echte evergreen van Johnny Hoes opnieuw heeft. Dat jij die opnieuw in een nieuw jasje hebt gestoken. Maar je hebt ook een fantastisch team achter je, hè? Ja, klopt. Ja, ik heb sinds kort dan een heel nieuw team achter me staan. Met Peter natuurlijk. Ja. En Frans. En die trekken me er ook wel doorheen, hoor. Zeker. En Jeanette natuurlijk. Ja, Jeanette die voor de promotie
voor de promotie zorgt, dames en heren. En daarom ook, dames en heren, vandaag in de Gouden Foutje Radio een hele speciale primeur. Een jong talent, 20 jaar jong, geboren en getogen in Arnhem. Dus ja, ik hoef niet te vragen natuurlijk voor welke voetbalclub jij bent, hè. Dan moet, nee, voor Vitesse natuurlijk. Ja, dat wou ik net zeggen natuurlijk. Ja, dat is niet te missen. Nee, want anders krijg je ook ruzie met Theo Jansen natuurlijk, hè. Die hoort bij de inboedel daar, hè. Ja, daarom. Leuk, man. Hey, luister, nee, ik mag niet zeggen dat ik van anders ben. Nee, natuurlijk niet. Hè. Dat kan ook natuurlijk niet, hè. Want Peter moet ook luisteren. En dan pakt Peter bij je oren natuurlijk, hè. De eerste volgende keer dat je bij je in de buurt komt. Ja, daarom. Moet een beetje oppassen wat ik zeg nou. Zo is het. Hey, luister, het wordt tijd om hem te gaan draaien. We zijn ontzettend blij en ontzettend trots dat we jouw nieuwe single als primeur mogen draaien in de Goud en Fout Show Radio. In elke aflevering de komende week komt hij voorbij. En we hopen jou heel snel in het land te zien. Achter de bar, bovenop de bar, naast de bar, onder de bar, links van de bar, rechts van de bar. In de kelder. In de kelder, op het terras, overal waar maar kan. Het balkon, dat we jou weer live zien. En natuurlijk ook bij de hollandsesterren.tv, want daar ga je ook zeker voorbij komen als we weer nieuwe opnames maken. Kijk, de luisteraars en de kijkers thuis, kijk natuurlijk en luister ook naar de hollandsesterren.tv op YouTube, Facebook en overal. En natuurlijk het Hollands Geluid op de radio met de Gouden Fout Show. Nou, Gio, het is er tijd voor. Ik ben er klaar voor. Ik zit er klaar voor. Ik ben er ook klaar voor. Ik hoor al een roffeltje op de achtergrond voorbij komen, dames en heren. Het is er tijd voor. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan en dan gaan wij ervan genieten. Onze primeur van deze week. Laat maar komen, jongen. Dankjewel. Ik ben Gio Veen en dit is mijn nieuwe single, Een Roos Kan Niet Zonder Zonneschijn. Zonneschijn. Een roos.
Ik luister al jaren naar Jos Netten. Naar de Gouden Houten Show. Het is een hele goede DJ. En hij roept het op de radio. Josie, gouwe gozer!